inspiratie bent voor andere kinderen om ook te gaan lezen. Want lezen is zo belangrijk. Vinden jullie dat ook heel belangrijk om te lezen? Ja! Lezen. Je mooie kanaal hebben, hoe heet die? Heet Gina. Maar jij wel? Ja. En hoe heet jij? Heidi. Heidi, wat fantastisch. Goed dat je die hebt meegenomen. Wil jij mij helpen deze om Guus te hangen? Ja. Zullen we anders kwalen even hier doen? Ik kan niet meekijken. Zo, kijk eens op mijn eerste plek ook gewoon. Gaan we dat samen doen. Zo. Hou maar even vast daar. Doe jij die over zijn hoofd deze kant op? Nou, kijk eens. Zo, Guus, dat ziet er alweer. Nou mag je eigenlijk wel staan, dan kan iedereen het zien. Kijk eens, daar kan je wel. Namens de gemeenteraad, de burgemeester en de wethouders willen we je ook dit overhandigen. Een mooie boekenbon. Applaus voor Guus en applaus voor Heidi. Wil jij daar eens goed voorlezen om te laten horen hoe goed je onvoorbereid kan voorlezen? Er waren eens drie kippen. Stippeltje, Bonenstaak en Ragebol. Hele dagen liepen ze te kibbelen over wie nou de knapste was. Zonder twijfel had Stippeltje altijd het mooiste jasje aan. En Bonenstaak had de mooiste en langste benen. De volgende ochtend schreed de koning naar buiten zijn park in. En alle kippen van zijn koninkrijk liepen achter hem aan.